Goedenavond, dit is Karin met het Avondradio nieuws voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Verkoold stoffelijk overschot aangetroffen bij Blusse Woningbrand. Bij het blussen van een woningbrand vanmiddag op de hoek van de Van Dijk en Theodorusstraat in Suriname is een verkoold lijk aangetroffen. De redactie van Waterkant.net verneemt dat het gaat om het lichaam van een meisje. Een hoogbouwwoning op bovengenoemd adres, opgetrokken uit hout, werd compleet door de brand verwoest. Een belendend pand is deels door de vlammenzee getroffen. De Surinaamse brandweer, die met twee tandwagens en twee blusvoertuigen ter plaatse aanwezig was, is op het moment van schrijven bezig met nablussen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De omgeving is afgezet en de politie van bureau Nieuwe Haven is ter plaatse bezig met het onderzoek. Dit tragische incident heeft de gemeenschap diep geraakt en onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. Dit incident benadrukt de noodzaak van brandveiligheid en voorzorgsmaatregelen in huizen, vooral in gebouwen van hout. De brandweer en de politie zullen samenwerken om de oorzaak van de brand te achterhalen en verdere stappen te ondernemen om soortgelijke tragedies in de toekomst te voorkomen. Bijna twintig mensen dakloos na grote brand in Nikkerie Aan de Statenweg naast een rijstbedrijf in Nikkerie zijn afgelopen nacht een zevental kamerwoningen in brand gevlogen waardoor bijna twintig mensen dakloos zijn geraakt. De brand begon door nog onbekende oorzaak rond 3 uur 30 in de ochtend. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en had het vuur rond 6 uur onder controle. Er kon echter niet voorkomen worden dat de woningen en inboedel compleet verloren zijn gegaan. Vernomen wordt dat het om zogeheten brasiozo's zou gaan van mensen die het niet breed hebben. De politie in het westen van Suriname doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens het Korps Politie Suriname werden enkele kamerwoningen middels een verlengsnoer vanuit de andere woningen van stroom voorzien. Vermoedelijk is die verlengsnoer door een kortsluiting geëxplodeerd, waarna de brand is ontstaan. De getroffen families staan nu voor de uitdaging om hun leven weer op te bouwen zonder hun huis en bezittingen. De lokale gemeenschap en hulporganisaties zijn opgeroepen om de getroffen families te ondersteunen. Deze brand benadrukt de gevaren van het gebruik van onveilige elektrische installaties en het belang van adequate woninginspecties. Er worden maatregelen genomen om de veiligheid van dergelijke woonstructuren te verbeteren en ervoor te zorgen dat bewoners toegang hebben tot veilige en betrouwbare elektriciteit. De slachtoffers van deze brand hebben dringend behoefte aan hulp en elke bijdrage kan een groot verschil maken in hun leven. Gezin getraumatiseerd na drie inbraken en berovingen thuis. Een gezin in Suriname bestaande uit vader, moeder en dochter is getraumatiseerd door drie inbraken en berovingen die de afgelopen tijd bij hen hebben plaatsgevonden. Bij de laatste roofoverval vorige week maandag werd de 50-jarige vrouw des huizes op brute wijze mishandeld en gekneveld in haar woning aan de tweede rijweg toen ze thuis kwam van de tempel. Volgens haar man. De heer Radkoemar werd er in augustus 2020 in hun woning ingebroken toen niemand thuis was. De indringers kwamen toen via de Vliering de woning binnen en hebben het hele huis overhoop gehaald. Er werden sieraden, een groot geldbedrag en andere waardevolle spullen door de mannen meegenomen. De Surinaamse politie werd op de hoogte gesteld en ging ter plaatse voor het instellen van een onderzoek. De zaak werd toen overgedragen aan de recherche voor verder onderzoek. Daarna heeft de aangever echter niets meer van de politie vernomen over de zaak. Eind februari 2024 was het weer raak. De vrouw van Radkumar was naar de tempel en kwam thuis aan in haar auto, toen zij een witgelakt voertuig voor haar woning zag staan. Vanuit haar voertuig zag ze drie mannen bij de woning en dat een brandkast op het balkon klaar stond om meegenomen te worden. Ze keerde haar voertuig en reed hard weg. Toen de mannen haar zagen, stapten ze in de auto en reden haar richting op. Ze stopte naast haar voertuig, waarna twee mannen uitstapten en op haar auto afkwamen. De vrouw aarzelde geen moment, keerde haar voertuig op de berm en reed vervolgens hard en toeterend weg. De mannen stapten weer in hun voertuig en reden in de richting van de Casabaholo weg. Na de hand bleek dat drie gemaskerde mannen het traliewerk met een tang hadden geforceerd en via de ontstane opening de woning waren binnengedrongen. In de woning werd alles overhoop gehaald, waarbij de mannen tassen met een groot geldbedrag en sieraden buitmaakten. Een brandkast van meer dan 200 kilogram... Zwaar werd door de drie mannen naar het balkon geduwd met de bedoeling deze mee te nemen. Niet lang daarna kwam er een ander voertuig naar de plaats met in totaal zeven tot negen mannen om de brandkast mee te nemen. De verdachten werden kennelijk door de komst van de vrouw des huizes gestoord, waarna ze in de voertuigen stapten waarmee ze de plaats hadden verlaten. De Surinaamse politie werd wederom gealarmeerd en arriveerde vanwege gebrek aan vervoer twee uren na de melding op het adres voor het instellen van een onderzoek. Het onderzoek werd overgedragen aan de recherche, maar na een poos vernam de aangever wederom niets van de zaak. Vorige week maandag 13 mei kwam de vrouw van Radkoemar, s avonds weer thuis van de tempel. Ze stapte uit haar voertuig om de poort open te doen, en werd bij die gelegenheid van achteren aangevallen door drie gemaskerde mannen. De vrouw werd onder schot gehouden en moest de voordeur van de woning open doen. Het slachtoffer werd in de woning gebracht, waar ze in een weurgreep werd vastgehouden en mishandeld. Terwijl ze vuistslagen over haar hele lichaam moest incasseren, werd ze met de kolf van het vuistvuurwapen op haar hoofd geslagen. De vrouw werd aan haar handen en voeten gekneveld waarbij ze om hulp begon te roepen. Haar mond en neus werden dichtgeknepen en ze werd door de mannen met de dood bedreigd als ze weer zou gillen. Het slachtoffer werd vervolgens in de toiletruimte opgesloten waarna de mannen de zware kluis in het voertuig van het slachtoffer plaatsten en vervolgens met het voertuig wegreden. Een buurtbewoner die op het gegil afkwam deed de toiletdeur open, waarna het slachtoffer de straat oprende om naar hulp te zoeken. Twee mannen in een voertuig stopten om de vrouw hulp te bieden en alarmeerden de politie. De politie kwam na de melding ter plaatse voor het instellen van een onderzoek. Een half uur later werd het voertuig van het slachtoffer vijf kilometer verder te Casabaholo, zonder kluis, onbeheerd aangetroffen door de politie. Het voertuig werd met een sleepwagen afgevoerd. De gewonde vrouw werd met een visum naar de spoedeisende hulp, SEH, verwezen voor verdere medische behandeling. Wij voelen ons niet meer veilig en we zijn getraumatiseerd door de hele situatie, zegt Radkomar aan de redactie van Waterkant.net. Mijn dochter kan zich op school niet concentreren en is nog steeds in shock, nadat ze haar moeder in zo'n toestand heeft gezien. Zal de politie de zaak dit keer wel serieus aanpakken, of wordt het weer hetzelfde geval als al die andere keren, vervolgde de teleurgestelde Radkoemar. Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor. De politie heeft de zaak in verder onderzoek. Emanuel, maakt niet uit hoe zwaar je het hebt, probeer het uit te praten. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. Ros, in Suriname, vindt het triest dat bepaalde vrouwen naar het uiterste middel grijpen door zelfmoord te plegen. Zij reageerde woensdag, kort voor aanvang van de Raad van Ministers, RvM, vergadering op het geval van de 30-jarige Sharon Ismail, die in de nacht van maandag op dinsdag 21 mei rond 4 uur met een Toyota Rush de Saramaka Rivier is ingereden. De jonge vrouw liet in een filmpje doorschemeren dat zij relatieproblemen had. Haar vriend Kevin was naar Dubai vertrokken terwijl zij in Suriname zat. De lange afstandrelatie zou zijn tol hebben geëist. Ze had hoop dat het zou lukken tussen hen, maar er was veel ruzie. Sharon gaf in het filmpje aan dat ze daarom met zelfmoordgedachten liep. Volgens de bewindsvrouw zitten mensen vaak met innerlijke problemen die zij niet met anderen willen uitpraten. Maar, stelt zij, het is juist door het uitpraten dat mensen tot andere gedachten kunnen worden gebracht. Iedereen is weer eentje te veel. Kijk naar je omgeving, over wie je een beetje kan vertrouwen. Het maakt niet uit hoe zwaar je het hebt in deze moeilijke dagen, maar probeer het uit te praten en luisteren. Het is heel triest om het weer mee te maken en het gaat weer om een vrouw. Maar we weten niet wat er aan de hand is, want het verhaal hoor je via via. We zitten met innerlijke problemen en we durven er niet over te praten. En als je eruit bent, zou ik zeggen: val op je knieën, kijk naar boven en bid. Het is een heel moeilijke situatie waarin de vrouwen zich momenteel bevinden, al dus de minister. Volgens Emanuel moet er nog met de districtscommissaris van Saramacca worden gesproken om na te gaan of de locatie waar Ismaël is ingereden afgebakend kan worden. Wat er is en wat we kunnen doen. Misschien moet er een hoorzitting komen met de gemeenschap, vandaar om samen te praten, zodat de gemeenschap ook wordt meegenomen om de mensen in hun directe omgeving te herkennen die eventueel zitten met zo'n plan. Hierdoor kunnen zij met hun praten. Want zou je daar afbakenen, dan heb je misschien een deel van het probleem opgelost. Want wanneer het al zo zwaar is voor jou, kijk je niet meer naar waar is afgebakend. We moeten het probleem oplossen door te praten. En als praten niet lukt, dan nog blijven praten totdat je eruit komt, al dus de minister. In een verlaten woning aan de Bad- en Balstraat in Suriname is vanmorgen een grimmige ontdekking gedaan. De politie werd opgeroepen en arriveerde ter plaatse om de woning te onderzoeken. Na het eerste onderzoek werd duidelijk dat het lichaam van een man werd aangetroffen in een vergevorderde staat van ontbinding. De identiteit van de man is op dit moment nog onbekend. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn momenteel ter plaatse bezig... met het onderzoek naar deze tragische gebeurtenis. Op dinsdag 21 mei vond een belangrijk overleg plaats in Kortjaard Marriott... Waarbij verschillende instanties en belanghebbenden bij elkaar kwamen om te praten over zelfmoord en zelfbeschadiging in Suriname. Onder leiding van directeur van volksgezondheid Rakesh Gayat Harsukul en de vertegenwoordiger van de Pan-Amerikaanse Health Organization, PAHO, World Health Organization, Jaflo Ouattara, namen diverse stakeholders deel aan het gesprek. Het doel van deze bijeenkomst. Was om informatie te verzamelen vanuit verschillende perspectieven en expertisegebieden, om zo een landelijke planning voor zelfmoordpreventie te ontwikkelen die past binnen het kader van de live-live interventies. Het identificeren van risico en beschermende factoren werd benadrukt als een essentieel onderdeel van de aanpak van suicidaal gedrag. De vertegenwoordiger van de PAHO slash, hoe benadrukte de urgentie van actie, gezien de hoge zelfmoordcijfers in Suriname. Hij prees het toewijdingsvermogen van het ministerie van volksgezondheid om deze cijfers te verminderen en bedankte hen voor hun inzet. Bovendien onderstreepte hij de steun die PAHO-HU biedt, zowel technisch als financieel, om een diepgaande analyse uit te voeren van zelfbeschadiging en zelfmoord. De opkomst en diversiteit van de stakeholders werden als positief ervaren, en er heerste tevredenheid over de betrokkenheid van alle partijen bij dit cruciale onderwerp. President Chandrikapersad Santokki benadrukt de noodzaak van sportontwikkeling in alle districten van Suriname... ...en heeft daarom op dinsdag 21 mei de Sportcommissie samengeroepen. Tijdens deze bijeenkomst waren onder andere minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS... En de directeur van Staatsolie Maatschappij Suriname, Anant Jagesar, aanwezig. De president dringt er bij degenen die verantwoordelijk zijn voor het sportbeleid op aan om actief aan de slag te gaan met het opzetten en uitvoeren van sportprojecten in verschillende districten. Hij stelt een ambitieus doel: binnen elf maanden moeten er tastbare resultaten zichtbaar zijn van verschillende projecten. Transparantie over de uitvoering van deze projecten staat centraal in het beleid. Hoewel er in het verleden een gebrek aan financiële middelen was, zijn er nu verschillende fondsen beschikbaar gesteld om deze ambitie te verwezenlijken. President Santoki noemt onder andere het fonds bij Staatsolie en de vrijgemaakte middelen door het ministerie van Financiën als bronnen van financiering. Het sportteam heeft al meer dan 50 projecten in de pijplijn. Waaruit binnenkort een aantal zullen worden geprioriteerd. Hierbij wordt met name gekeken naar de impact op de samenleving, het bevorderen van saamhorigheid en de betrokkenheid van de gemeenschap. De president hoopt snel resultaten te zien van deze projecten en benadrukt dat de beschikbare fondsen uitsluitend voor dit doel mogen worden gebruikt. Er staat een vervolgbijeenkomst gepland, waarin de eerste richtlijnen voor de uitvoering van deze plannen zullen worden besproken. Volgens VHP-parlementariër Barkat Mohab Ali is er momenteel een situatie in Suriname waarbij er veel open plekken zijn bij de Resorraad, RR, en deze kunnen om één of andere reden niet worden ingevuld. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende regels ter nadere wijziging van de kiesregeling, benadrukte Mohab Ali het belang van het invullen van deze open plekken. Artikel 136 vereist dat de gekozen RR-kandidaten hun aanvaarding bij een hoofdstembureau moeten doen. Daarom deed Mohab Ali een dringend verzoek aan de relevante instanties... om mee te werken aan het snel invullen van deze open plekken. Zijn fractiegenoot Kishan Ramsekul voegde eraan toe... dat hetzelfde probleem zich voordoet in bepaalde ressorten in Paramaribo. Hij merkte op dat vacatures niet worden ingevuld... omdat het hoofdstembureau niet is geïnstalleerd... Waardoor er geen hoofdstembureau is om deze mensen te installeren. Dit vormt een uitdaging die aangepakt moet worden. Een 27-jarige man, bekend als WB, werd op zondag 18 mei gearresteerd in Tameretjo. als onderdeel van operatie Zero Tolerance, een gezamenlijke inspanning van de politie en andere veiligheidsdiensten. De arrestatie volgde op een aangifte van een slachtoffer tegen de man. Waarin hij werd beschuldigd van onzedelijk gedrag, hacking en het bezit en verspreiden van onzedelijke beelden. Het voorlopige onderzoek suggereert dat WB de mobiele telefoon van het slachtoffer heeft gehackt om toegang te krijgen tot onzedelijke beelden. Hij zou vervolgens gedreigd hebben deze beelden via sociale media te verspreiden als de jonge vrouw niet instemde met seksuele handelingen. De mobiele telefoon van de verdachte is in beslag genomen voor verder onderzoek door de afdeling Recherche Regio Oost. Op bevel van het Openbaar Ministerie is WB in afwachting van verder onderzoek in hechtenis genomen door de politie. Op maandag 20 mei kreeg Suriname onverwachts bezoek van een delegatie van het Keniaanse bedrijf Balen Medical and Technology City, onder leiding van CEO Julius Balen. Dit bedrijf. Gevestigd in Butere, Kakamega-regio, heeft interesse getoond om de Surinaamse gezondheidssector te ondersteunen met hoogtechnologische investeringen. De delegatie presenteerde haar plannen aan president Chandri Kapersat Santokki en directeur Rakesh Gayat Har Sukul van Volksgezondheid. Walen Medical and Technology City vertegenwoordigt in Kenia een totale investering van 2 miljard Amerikaanse dollar, wat het bedrijf solvabel doet lijken. Volgens de communicatiedienst Suriname. De ontmoeting met president Santoki volgde op eerdere gesprekken in Guyana, waarbij de president het bedrijf uitnodigde om naar Suriname te komen. CEO Wale benadrukte dat het bedrijf plannen heeft om een duurzaam partnerschap op te bouwen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Suriname. Wale Medical and Technology City heeft ambitieuze plannen, waaronder het bouwen van slimme steden. Het verbeteren van ziekenhuisfaciliteiten en het bevorderen van medisch toerisme. Het bedrijf wil lokale belanghebbenden betrekken bij strategische investeringen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het land. Er zijn echter twijfels gerezen over de geloofwaardigheid van het bedrijf, gezien eerdere ervaringen met buitenlandse investeerders die hun beloften niet nakwamen. Vergelijkbare gevallen, zoals die met HPSG en MAEC 87 SRL. Haven geleid tot achterdocht in de Surinaamse samenleving over dergelijke investeringen. Julius Mwale, de oprichter van Mwale Medical and Technology City, wordt geprezen als een van Kenia's topondernemers, maar onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zijn bedrijf betrokken is bij onbetaalde rekeningen, geschillen met investeerders en onafgemaakte projecten. Hoewel de plannen van Mwale Medical and Technology City veelbelovend klinken, Roepen ze vragen op over de haalbaarheid en betrouwbaarheid van het bedrijf en zijn intenties in Suriname? Mariska, een moeder van twee meisjes, deelt haar uitdagingen bij het doen van inkopen voor hun lichaamsverzorging. Ze benadrukt dat het essentieel is om zeep, kleding, schoenen en haarproducten te kopen om ervoor te zorgen dat haar dochters er goed verzorgd uitzien. Echter, de prijzen van deze producten zijn vaak onvoorspelbaar en onbetaalbaar, vooral omdat veel van deze producten geïmporteerd worden. Voor Mariska is het een constante balans tussen het kopen van essentiële producten voor haar gezin en het aanschaffen van persoonlijke verzorgingsproducten voor haar dochters. Ze erkent dat het kopen van kleding niet altijd een prioriteit is, vooral omdat de kosten van voedsel en andere dagelijkse benodigdheden steeds toenemen. Ze benadrukt de uitdaging van het beheren van het huishoudbudget en het maken van keuzes tussen noodzakelijke aankopen. Rachel, een andere moeder, deelt haar ervaring en benadrukt dat ze geluk heeft dat ze alleen voor haar jongens hoeft te zorgen. Ze erkent dat het kopen van kleding voor haar jongens duur kan zijn en dat ze vaak gebruik maakt van tweedehands kleding om kosten te besparen. Beide moeders delen de zorgen over de stijgende kosten van essentiële producten en het belang van budgetbeheer in deze uitdagende tijden. Het herstel van de weg tussen Zanderij en Apura is een belangrijke stap vooruit voor de lokale gemeenschappen en reizigers die regelmatig van deze route gebruik maken. Eerdere schade en scheuren in de weg veroorzaakten veiligheidsproblemen en vertragingen. Maar dankzij recente reparatiewerkzaamheden is de weg nu weer veilig en begaanbaar. Een team van ervaren wegenbouwers heeft nauw samengewerkt om de beschadigde delen van de weg te herstellen. Dit omvatte het vullen van scheuren, het vernieuwen van beschadigd asfalt en het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen om de veiligheid te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat de weg in goede staat blijft, zijn plannen gemaakt voor regelmatig onderhoud en inspectie. Dit proactieve onderhoudsprogramma is bedoeld om toekomstige problemen te voorkomen en de levensduur van de weg te verlengen. De reparaties hebben positieve reacties ontvangen van zowel bewoners als weggebruikers, die opgelucht zijn dat ze weer veilig en zonder problemen kunnen reizen. De gemeenschap waardeert de snelle en efficiënte uitvoering van het herstelwerk en erkent de belangrijke rol van districtscommissaris Josta Lewis in dit proces. Hoewel er nog geen reactie is ontvangen van Louis op vragen van Dagblad Suriname over de ontwikkelingen rondom de weg, blijft de gemeenschap dankbaar voor de verbeteringen en kijkt ze uit naar verdere samenwerking om de infrastructuur te verbeteren. Carla benadrukt terecht dat het behouden van netheid in Suriname niet alleen belangrijk is voor het aantrekken van toeristen, maar vooral voor de Surinamers zelf, die hier dagelijks leven en werken. Het handhaven van een schone omgeving draagt niet alleen bij aan het welzijn van de gemeenschap, maar ook aan een positieve beleving van de eigen leefomgeving. Helaas laten sommige burgers nog steeds onverantwoord gedrag zien door afval op straten en in goten te gooien, zonder zich bewust te zijn van de schade die ze hiermee aanrichten. Het lijkt erop dat er een generatie is opgegroeid waarbij het belang van netheid en schoonheid niet voldoende is overgedragen. Een mogelijke oplossing zou zijn om bewustwording al op jonge leeftijd te bevorderen, bijvoorbeeld door educatieve programma's op scholen. Het is echter teleurstellend dat ondanks decennia van gesprekken er weinig zichtbare vooruitgang is geboekt. Incidentele schoonmaakacties zijn niet voldoende zonder een consistent plan van aanpak. Netheid en schoonheid zijn collectieve verantwoordelijkheden die niet kunnen worden genegeerd in afwachting van initiatieven van anderen. Het is daarom essentieel dat deze kwestie serieus wordt genomen en er concrete stappen worden ondernomen om een schone leefomgeving te waarborgen voor de huidige en toekomstige generaties van Suriname. Carla benadrukt terecht dat het behouden van netheid in Suriname niet alleen belangrijk is voor het aantrekken van toeristen, maar vooral voor de Surinamers zelf, die hier dagelijks leven en werken. Het handhaven van een schone omgeving draagt niet alleen bij aan het welzijn van de gemeenschap, maar ook aan een positieve beleving van de eigen leefomgeving. Helaas laten sommige burgers nog steeds onverantwoord gedrag zien door afval op straten en in goten te gooien, zonder zich bewust te zijn van de schade die ze hiermee aanrichten. Het lijkt erop dat er een generatie is opgegroeid waarbij het belang van netheid en schoonheid niet voldoende is overgedragen. Een mogelijke oplossing zou zijn om bewustwording al op jonge leeftijd te bevorderen, bijvoorbeeld door educatieve programma's op scholen. Het is echter teleurstellend dat ondanks decennia van gesprekken, er weinig zichtbare vooruitgang is geboekt. Incidentele schoonmaakacties zijn niet voldoende zonder een consistent plan van aanpak. Netheid en schoonheid zijn collectieve verantwoordelijkheden die niet kunnen worden genegeerd in afwachting van initiatieven van anderen. Het is daarom essentieel dat deze kwestie serieus wordt genomen en er concrete stappen worden ondernomen om een schone leefomgeving te waarborgen voor de huidige en toekomstige generaties van Suriname. Voormiddag, 48, is door rechter Duncan Nanhoe veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, ondanks zijn smeekbeden om clementie. Drie jaar is te veel, kijkt u door de vingers. Deze straf komt overeen met de eis van officier van justitie Rita Sitaram. Met deze veroordeling heeft de man nu veertien vonnissen op zijn naam staan. Sitaram legde uit dat voormiddag op 24 april heeft ingebroken in een onbewoond huis. Een buurman betrapte hem via de berging terwijl hij twee tassen met gestolen spullen wegnam en filmde hem met zijn telefoon. Vervolgens volgde hij de man in zijn auto terwijl hij de politie belde. Bij controle vond de politie kleren, koperleidingen, een elektrisch verlengsnoer en huishoudelijke spullen in de tassen. In eerste instantie ontkende voormiddag dat hij het huis was binnengegaan. Pas nadat de officier van justitie tijdens haar betoog het bewijs aanhaalde, bekende hij dat hij inderdaad binnen was geweest. Hij beweerde echter dat hij niet had ingebroken of geforceerd omdat de deur van het berghok open stond. Hij verklaarde dat hij simpelweg wat kleren van een erf had gehaald waar niemand woonde, zonder iets te forceren. De benadeelde, die aanwezig was tijdens de rechtszaak, was geschokt door de ravage in haar woning. Muren waren opengebroken om het koper eruit te halen. De 40-jarige R.W. stond voor rechter Duncan Nanhoe vanwege beschuldigingen van twee inbraken op 15 april. Waarbij hij een telefoon en televisie uit een woning zou hebben gestolen en het lastigvallen van een 70-jarige vrouw. De verdachte ontkende alle beschuldigingen en weigerde een advocaat. Bij de eerste inbraak, rond vier uur ochtends, zou hij het slachtoffer hebben lastiggevallen, maar werd gestoord door haar dochter en vluchtte met een telefoon en televisie. Niet veel later keerde hij terug om de oude vrouw opnieuw lastig te vallen, waarbij hij opnieuw een mobiele telefoon stal. Drie dagen na de incidenten werd de verdachte door de dochter herkend, wat leidde tot zijn arrestatie en opsluiting. Bij zijn arrestatie werd de mobiele telefoon van het slachtoffer op hem gevonden. R.W. beweerde echter dat de telefoon van hem was en dat hij die voor SRD 2000 had gekocht. Hij ontkende alle beschuldigingen en beweerde dat het leek op een opgezet plan. Hij benadrukte dat ten tijde van het incident hij aan de telefoon was met zijn tante. Hij uitte zijn verbijstering dat hij werd opgesloten voor iets dat hij naar eigen zeggen niet had gedaan. Op 18 juni zullen de dochter en haar moeder worden gehoord in de zaak. Tot slot leden van de Motorsurveillance dienst, MSD, van het korps politie worden momenteel getraind door een afgevaardigde van Yamaha Motor Company. De training is gericht op het verbeteren van de rijvaardigheden van de bestuurders van de Yamaha XJ900. Het korps politie meldt op zijn website dat deze training tot doel heeft om de vaardigheden van de bestuurders naar een hoger niveau te tillen. De training begon op maandag en zal op dinsdag worden voortgezet. Gedurende beide dagen worden de deelnemers van 8 uur s ochtends tot 4 uur s middags onderwezen door de trainer, die hen de nodige vaardigheden bijbrengt. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Voor deze training van de Yamaha Racing Academy zijn 8 MSDRS geselecteerd, afkomstig van Bureau Nieuwe Haven, Latour en Regio Oost. Dit is het voor nu. Ik ben Alice voor Radio48. Like en abonneer. Een fijne avond toegewenst en voor straks, Sribi Switsi. Tot morgen.